Ik ben Florine. Ik heb samen met Michiel, Axel, Fleur en Tim gewerkt aan Poets voor Punten. En voor Poets voor Punten hebben Philips en Zilveren Kruis hun krachten gebundeld. Het gaat eigenlijk al jaren slecht met de mondgezondheid of de kindergebitten in Nederland, dus van kinderen. En we zien dat van de vijfjarigen een derde gaatjes heeft. Maar van die derde die gaatjes hebben, heeft het 29% een lagere sociaal-economische positie en 19% een hogere. We zien dat ouders van, nou eigenlijk van alle kinderen, maar vooral van kinderen met een lagere sociaal-economische status, ja, veel meer andere dingen hebben om zich zorgen om te maken dan het aanleren van poetsen of dan het napoetsen bij hun kinderen. We zien hierin eigenlijk bij de allerkleinste in onze samenleving al gezondheidsverschillen ontstaan en ongelijkheid. Vaak krijgen we te horen, ja, het is maar een melkgebit bij kinderen met gaatjes. Maar gaatjes in het melkgebit werken ook door in het volwassen gebit. Dus als je gaatjes hebt in je melkgebit, dan heb je daar later ook last van. Onze oplossing is Poetsen voor Punten, waarbij we echt inzetten op preventie. En het is een programma waarbij we kinderen gezond gedrag aanleren. En van dat nieuw aangeleerde gedrag eigenlijk een gewoonte proberen te maken. Dus het programma duurt 8 weken. Dat is ook ongeveer de tijd die nodig is om van nieuw gedrag eigenlijk een gewoonte te maken. Zodat het echt een routine wordt. Wat er al bestaat is dat de tandenborstel van Philips een Bluetooth-connectie kan maken met je smartphone. We houden een puntensysteem bij waarbij we het goede gedrag eigenlijk van de kinderen bijhouden. En aan het eind van de rit, na 8 weken, krijgen de kinderen een beloning. En die beloning zoeken we samen met de school en met de kinderen uit. Dus nou, we hebben bijvoorbeeld met een aantal kinderen gesproken en die noemen bijvoorbeeld een nieuwe pingpongtafel, een voetbal van Ajax, een schoolreisje naar een pretpark of minder toetsen. Nou, dat soort dingen waar echt de kinderen echt blij van worden, waar ze echt voor willen poetsen. De tandenborstel die geeft Philips en in eerste instantie in de pilot zal dat vanuit de Philips Foundation komen. Maar op langere termijn hopen we dat we preventie echt ook in de zorgverzekering kunnen faciliteren. Dus dat Zilveren Kruis uiteindelijk betaalt voor de tandenborstel en betaalt voor het programma. Omdat dan latere zorgkosten niet zullen komen. Inzet op preventie, daar heb je lef voor nodig. Vooral vanuit de zorgverzekeraar, omdat we gaan investeren in iets wat in de toekomst dan niet meer plaatsvindt. Het toneelstuk Hamlet van Abdelkader Benali is eigenlijk de oude Hamlet van Shakespeare. Maar in de tegenwoordige tijd, dus in 2020, speelt zich af in Amsterdam Nieuw-West. Wie is Hamlet dan? Nou, daar gaat het om het hebben of het niet hebben. Wat laat je zien aan de wereld, maar wat gebeurt er eigenlijk van binnen? Natuurlijk is het eigenlijk to be or not to be uit het originele stuk. Maar Abdelkader heeft daar to have or not to have van gemaakt. Wat voor mij heel erg duidelijk wordt uit het toneelstuk is eigenlijk dat groeiende gat tussen arm en rijk. Voor de pilot beginnen we in Amsterdam Zuidoost. We hebben daar met verschillende basisscholen contact gehad. Met een tandarts, met mondzorgkundige studenten. Om het programma daadwerkelijk te doen. 2 weken geleden heb ik 5 basisscholen aangeschreven. Waarvan 3 heel enthousiast reageerden op Poetsen voor Punten. Dus binnen een jaar denk ik dat we zeker ons Poetsen voor Punten programma op 50 scholen kunnen doen. En daarmee bereiken we dus 5000 kinderen tussen de 10 en 12 jaar. We hopen dat we op deze manier echt gezond gedrag een gewoonte kunnen maken. Dus het is echt de preventie van preventie. We starten bij kinderen, jong geleerd is oud gedaan. En daarnaast is het ook natuurlijk makkelijker om nieuw gezond gedrag aan te leren dan oud ongezond gedrag af te leren. Dus wij geloven er echt in dat we van dat nieuw aangeleerde gezond gedrag een echte gewoonte maken. Zodat kinderen het ook echt vast blijven houden en dat het normaal wordt.